PSV is nog niet klaar op de transfermarkt. De huidige nummer 3 van de Eredivisie zag steunpilaren als Cody Gakpo en Noni Madueke vertrekken en haalde daar tot dusver nog geen buitenspelers voor terug. Ik hoop nog wel dat er minimaal eentje bij komt. Ik kan natuurlijk niet in namen, over namen beginnen, maar we zijn er wel hard mee bezig, omdat het ook nodig is. Waar de nieuwe spelers nog op zich laten wachten, presenteerde PSV wel de nieuwe technisch directeur. Donderdag werd bekend dat de ervaren Amerikaan Erner Stewart de in september ontslagen John de Jong per 1 maart moet vervangen. Het is natuurlijk een topper in zijn vak. Met heel veel ervaring als technisch directeur bij AZ bijvoorbeeld, maar ook bij de Amerikaanse bond. En die expertise die hebben we nodig. Morgenmiddag neemt PSV het in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De elf van Van Nistelrooy kan een overwinning goed gebruiken na de pijnlijke nederlaag tegen FC Emmen van vorige week. De insteek is dat het een goede wedstrijd gaat worden, zoals de winst tegen Vitesse of de uitwinst tegen Sparta. En dat is ook het resetten. Schoon beginnen in die kopjes aan die wedstrijd en strijden en goed spelen en niveau halen. Daar ligt de focus op.